Tristan betekent heel veel voor me. Hij zit achterop en hij heeft de motor van de fiets. Ik zit nu 2 jaar bij de groep, bij de selectie. En daarvoor fietste ik ook al wel aan. Kijk, op de tandem heb je altijd mensen die een visuele beperking hebben. Dus slechtziend zijn of blind. Teun betekent heel veel voor mij, omdat Teun natuurlijk stuurt en dat is heel belangrijk. En zonder Teun kan ik geen prestaties neerzetten, omdat ik Teun daarvoor nodig heb. Samen gaan we echt voor een topprestatie. Het doel voor 2016 is meedoen aan de Paralympische Spelen. We zijn nu druk bezig met het kwalificatietraject. Ja, ons echte doel is een medaille in Rio en liefst natuurlijk goud. Ik denk dat het heel belangrijk is om je talent te benutten. Want als je je talent benut, dan haal je het uiterste uit jezelf ergens voor. En nou ja, dat doen we Teun en ik met het fietsen. Kijk, het is niet zo als je 2 goede mensen op een fiets zet dat het dan gelijk goed gaat. Het moet wel een klik zijn. En dat hebben wij. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je te focussen op je talent en niet op je beperkingen. Nou ja, zoals ik ook doe, focus ik me helemaal op het wielrennen en denk ik eigenlijk niet eens meer bij mijn beperking na. Ja, ik denk dat het belangrijk is, ook voor werknemers, dat het niet erg is als ze een beperking hebben, maar kijken naar hun talent. Met talent kun je heel veel bereiken, dus ik zet me in om de droom van mij en Tristan waar te maken. Wat doet u om mensen met een beperking een kans te geven?